De Sir Bradley Wiggin met de versnelling op 18 ronden van de dag. Kijk naar die versnelling. Hij trapt de baan in twee. Oei, 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 oei. Amai. Bradley Wiggin trekt hier alle registers open. In zijn gekende stijl. Hij neemt halve ronde. Hij pakt een halve baan. Heel alleen, hè. Op drie kwart ronde. Nu moet de drijven wat. De wissel nu. Cavendish die moet gaan afmaken. Maar dit is een inspanning om u tegen te zeggen. En in het peloton likken ze hun wonden. Ja, kijk, hij is dat veel te ver. Nu komen ze om te reageren. Maar halve baan. Gaat dat nog lukken? Halve baan. Voor Cavendish en Wiggins. Er wordt gereageerd door de keteler en Viviani. En het blijft nou, halve baan. Maar Cavendish... En Wiggins wordt nu opnieuw in de baan geworpen. Het ging zeer moeizaam bij Cavendish. Als zij dit tempo kunnen aanhouden, is het nog niet gebeurd. Hè? Nee, nee, we blijven op halve baan. Die eerste halve baan die kwam er behoorlijk snel. Maar Wiggins moet nu alles op het ovaal toveren. Waarmee hij Olympisch kampioen is geworden. Waarmee hij wereldkampioen is geworden in de ploegkoers. Ja, en opgelet, geloste renners stellen niet mee. Ze moeten aansluiten bij de grootste groep. Hè. En dat is Ricard op dit moment. Ja, ze komen terug, dus aansluiten van in het peloton. Nog beter. En het blijft een halve baan, maar nu een kleine halve baan. We zitten op 10 ronden. Ze gaan de punten meepakken in die sprint. Maar dat is niet van belang. Maar met de punten geraken ze er niet. Eens kijken dan voor de tweede plaats. Ja, dat zijn 6 punten voor de ketelen. 4 voor Keijsen. Dus daar blijft het ook spannend. En ze zijn nog altijd niet rond. Een kwart baan. Een kwart baan moeten ze nog goed maken. En Wiggins plooit zich nog eens dubbel. Met dat grote stuur van hem. En hij heeft nu de geloste bijna te pakken. Maar nogmaals, ja, die erover, tellen hè? Niet. Nee, nee, die tellen niet mee. Hè. Nog altijd een rechte lijn. En dan is het de Pau nu die het peloton op sleeptouw neemt. Hij heeft de geloste nu te pakken. Sir Bradley Wiggins gaat Wiggins hier Cavendish lanceren. Dat gebeurt wel, maar Cavendish... Nog 6 ronden om erover te geraken. Ah, ze zitten in de slipstream van het geloste ze komen duo. Erbij. Wood, is gebeurd, Stewart, is gebeurd. En dat zijn de Britten. En ze gaan rond en ze liggen op kop. En ze gaan aan de leiding. Op 5 ronden van tijden. En dan is dit gedaan eigenlijk... Mark Cavendish en Bradley Wiggins gaan de zesdaagse van Gent winnen. Want in 4 ronden gaan de andere ploegen dat nooit meer rechtzetten. Het is zaak van u gewoon in dat peloton te blijven en stand te houden. En dan is het een sprint voor de tweede plaats tussen de Pau, de Ketelen en Keijsen Viviani. Maar Cavendish en Wiggins... En Wiggins opnieuw erover. Hij gaat weer aanvallen. Erop en erover. De aanval is de beste verdediging voor de doubletten. Hij gaat nooit meer grond geraken. Maar het is een orgelpunt. Het peloton staat stil, hè. En iedereen staat recht. Op de banken voor de poging tot doubletten. Kijk, hij neemt opnieuw een halve ronde en het peloton ligt helemaal uit elkaar. Zo snel dat het gaat. Voor de laatste ronde de duim. Wiggins en Cavendish brengen het Kuipke in een delirium. Biertje dat Wiggins wel zal smaken. En hier de finish. Mark Cavendish pakt zijn eerste zesdaagse uit zijn carrière. En Bradley Wiggins zijn tweede Gentse zesdaagse ooit. En de tweede plaats, wel ja... De Pau, de Ketelen tweede en Keijsen Viviani derde. Een staande ovatie en iedereen een feest. En 13 jaar na zijn eerste overwinning in de zesdaagse van Gent is hier de tweede. Nu met een All-British team. En Cavendish, de kop is eraf. Hij heeft nog niet zoveel zesdaagse gereden. Maar eindelijk wint hij ook eens een zesdaagse in zijn carrière. Ik denk dat hij er nog gaat winnen, want ook hij heeft de smaak te pakken. Waar het in Londen nog fout ging voor het Brits-Britse duo, vielen de puzzelstukjes hier allemaal in elkaar.